Ik kan niemand doden. Ja, niet vragen. Regel 2. Ik ga niet zorgen dat iemand verliefd wordt op een ander. Mwah. Lekker stuk van me. Regel 3. Mensen haal ik niet terug uit de dood. Het is geen prettig gezicht. Daarom doe ik het ook niet. Oh, behalve dat. Kan alles. Pierre Bokma, die de geest in Aladdin grandioos gespeeld heeft overigens. Dan hadden ze een zin van de geest. Die hadden ze op een spoor, op een track. En dat legden ze naast de Amerikaan. En dan van... neem nou een zin van... Hey, wat leuk dat jij er ook bent. Hè? Hey, a pleasure to see you here. Bijvoorbeeld. Hey, wat leuk to see you here. Dan deze switch tussendoor om te kijken of het niet was... Hey, wat leuk to see you here. Nee, dat moest in dezelfde kleur blijven. Zo streng was dat vaak. Mr. Lanza, what will your pleasure be? Wat wil u bestellen, s'il vous plaît? Waar vind je dus een vriend als ik? Pierre Bokma, dat hij afgekeurd werd. Ondanks het feit dat ik zei... Ik hoef geen andere mensen te auditeren, ik wil Pierre hebben. We gaan zo landen. Dank u voor vliegen met tapijt, hè? Blijft zitten tot het tapijt volledig tot stilstand is gekomen. De distributeur van Disney... Buena Vista, die had ook gezegd... Ja, god, Arnold, die wil graag een Shakespeareaanse acteur voor die rol... die Robin Williams bij jullie doet. En wij dachten dat het veel meer een komiek... à la André van Duin of weet ik veel wie zou moeten zijn. Pierre Bokma, die werd dus afgekeurd omdat hij dus te hoog was. Oh ja, en toen was het daar dat ik zei... Ja, ik wil Pierre Bokma... Toen zei ze, ja, want dat is een Shakespeareaanse acteur. En toen zei ik, ja, dat weet ik. En een van de beste. Maar hij kan zo goed zijn collega's nadoen. En dat is de rol van de geest die uit je fles komt. Zit je gevangen? Juist, daar draait al die geestigheid nou om. Koolzaal, is een klooster! Maar geest, wat afschuwelijk. Om ooit vrij te zijn. En niet telkens, wat wenst u me? Wat wenst u, meneer? Wat wenst u, meneer? Gewoon mijn eigen meester. Ik heb toen ook letterlijk gezegd... Lieve mensen, als hij het niet doet, regisseer ik niet. En toen dacht ik, misschien ben ik te ver gegaan. En toen heb ik nog een heel telefoongesprek gehad met Blake Todd. Dat was mijn geweldige baas in Burbank. En die ik ook vaak daar gezien heb. Want vaak moest ik ook de boel bespreken. Dat was heel leuk. Die had iets van... Nou, ja... We hebben een goede ervaring, Arnold. All right, we trust you. But, en toen kwam de beroemdste zin die mij bijgebleven is uit Amerika. But it's your funeral. Als het misgaat, ben jij verantwoordelijk. En het leuke is, daarna, en ik heb die papieren hier nog liggen... is hij de beste geest in Aladdin geworden van de 36 versies.